Sabena is de op één na oudste luchtvaartmaatschappij van Europa. Vooral pakjes gingen het eerste jaar de lucht in, van en naar Engeland, met tussenlanding in Oostende. De eerste piloot, een echte held. Tegelijk ingenieur, technicus, avonturier. Met krijt op borden de uren van aankomst en vertrek. Dit is de Snackbar, editie 1923. De bel, er is een vliegtuig geland. Het taxiën let op de mannetjes aan de staart. Toen al een Sabena-bus voor de passagiers. Veel waren het er niet, wel geteld 129 dat eerste jaar. De papieren controleren en opstappen voor een nieuwe prestigieuze vlucht over het kanaal. Bij SAPCA in Brussel worden 6 Engelse transportvliegtuigen van het type Handley Page in elkaar gezet. 3 motorige tweedekkers, ze dienen voor binnenlandse lijnvluchten van Sabena in de Belgische kolonie Congo. Begin februari is er 1 klaar. Luitenant Edmond Thieffry, piloot Léopold Roger en mechanicien Joseph de Bruyker zullen de prinses Marie-Josée zelf van Brussel naar Kinshasa vliegen. De overheid betaalt de kosten 1 miljoen frank. Prinses Marie-Josée, later koningin van Italië, is meter. Ze komt het petekind dopen met eigen hand. Thieffry is zelf een bekend oorlogspiloot van 1418. Hij schrijft ook een boek over de eerste avontuurlijke Congo-vlucht. Op 12 februari 1925 stijgen ze op. De eerste trip verloopt helemaal naar wens. Het landschap onder hen is bekend. Hier is het Koloniaal Museum van Tervuren. De vlucht boven België wordt door een escorte van de luchtmacht gefilmd. In het Franse luchtruim worstelen ze met tegenwind. Boven de Rhônevallei komen ze amper vooruit. In Lyon staat het vliegtuig voor de tweede keer aan de grond. Enkele dagen later de Spaanse grens, de Pyreneeën langs de Middellandse Zee. Afrika komt weldra in zicht. Daar wordt het moeilijk, 2000 kilometer zandwoestijn, elk incident kan fataal zijn. En incidenten zijn er genoeg. Ze vliegen een paar keer verloren op zoek naar brandstof, maar worden miraculeus gered. Noodlanding in een gierstveld van de sultan van Tessaou met zijn 25 vrouwen. Het negerras is niet vatbaar voor vooruitgang, zegt Thieffry. Ze koesteren vereering en angst voor ons. Ze draaien zijn toestel wel weer naar de wind. Een laatste tegenslag, een schroef kapot. Gelukkig is het doel bijna bereikt. De stoomboot van de Congo-stroom heeft een nieuwe schroef gebracht en zo arriveren ze op 3 april in Kinshasa. Het lijkt al een echte koloniale hoofdstad. Ze krijgen bij aankomst en later ook in het moederland natuurlijk een warme ontvangst.